ouderen zullen samen moeten participeren voor betere resultaten binnen organisaties. Vandaag, de laatste dag van de internationale ARIA-conferentie, werd het onderwerp jongerenparticipatie in ouderenprogramma belicht. De stelling die geponeerd is door de organisatie luidde: de jongeren die in Suriname woonachtig zijn en willen participeren, worden niet serieus genomen door de volwassenen die in de organisatie zitten. Hoe overtuigt de jeugd hen? Het antwoord op de vraag hoe wij moeten participeren met ouderen is door met ze samen te werken. Wij jongeren moeten samenwerken met de ouderen. Waarom? Omdat wij altijd op zoek zijn naar voorbeeldfiguren. De ouderen kunnen onze voorbeeldfiguren zijn. Daarnaast hebben wij jongeren de kracht, de energie om het werk voor te zetten. De ouderen hebben de ervaring. Laten we beide zaken combineren en gezamenlijk werken aan het doel. Tijdens de internationale ARIA-conferentie waren er weinig jongeren. Deze jongeren participeren in religieuze organisaties. Ik zie hier dat er weinig jongeren zijn en meer ouderen. Dat vond ik wel een beetje opvallend. Van. Het is echt georganiseerd voor de jongeren, zodat de jongeren komen en dat ze weten van, dat het over hun gaat en zo. Ik vind het goed, zodat jongeren gaan meer weten over het geloof. Ze kunnen dan over verschillende geloven weten. Net als hoe net gesproken is, er moet dus een afdeling gecreëerd worden in verschillende districten, zodat jongeren daartoe kunnen stappen en deel kunnen nemen aan zo'n organisatie. Elke jeugdige moet zijn positie opeisen in organisaties. Vanavond sluit ARIA de Waker Suriname de internationale conferentie en de viering af. Er zullen certificaten worden overhandigd en er zal worden gebeden voor de wereldvrede. De expositie tijdens de internationale ARIA-conferentie is succesvol verlopen. Deze expositie wordt gehouden om de doelstellingen van de Samelen te ondersteunen. Er werden 80 kunstwerken tentoongesteld. Het succes is af te lezen van het aantal verkochte kunstwerken. Met deze tentoonstelling wil Ranjan Aklu bereiken dat jongeren en ouderen meer kennis krijgen over het oomteken en de betekenis. Het gaat om de oerklank oom. En oom is te vergelijken met amen, shalom, amin. Boodschap met oom van zolang je oom blijft zeggen, of variaties daarvan, zoals amen, gaat het leven nooit ophouden. Leven gaat steeds blijven. Maar dat zien we ook, want elke dag komen er steeds nieuwe levensvormen bij, ook ziektes, ook virussen. En dat is de boodschap van oom, van dat iedereen eigenlijk oom in zijn leefwijze moet kunnen opnemen, als in een variatie. En ik heb eigenlijk in dit geval eigenlijk oom als een teken, dat teken, want het gaat ook om de visueel teken, hè, heb ik dat in een bepaalde verhaalvorm uitgebeeld. De motivatie komt van de heilige meester Swami Rishi Dayanand Saraswati. Het oomteken is een bijzonder ontwerp dat op vele manieren en variaties kan worden geschreven, getekend of geschilderd. Ook een symbool dat zijn kracht, praal en pracht door de eeuwen heen blijft behouden. De tentoonstelling wordt vanavond afgesloten. Einde van het bulletin. Ik wens u een fijne avond verder toe. Goedenavond.